Alright, even kijken. Zo, goedemorgen. We zijn live. Welkom bij een nieuwe fysioles. Vorige week waren we even afwezig. We gaan vandaag weer. Wat we vandaag nodig hebben is een stiek. Het gaat vandaag over bovenrug en als mede weer de lage rug. We hebben een matje nodig, een bankje of een stoel kan je ook pakken. En we zullen weer wat mobiliteits- en krachtoefeningen gaan doornemen. Wat betreft de lage rug en de bovenrug. Dus om te beginnen starten we op de grond. Yes. Komen we op de rug liggen en beginnen we met wat rustige mobiliteitsoefeningen. Deze oefeningen zijn goed om die in de ochtend en in de avond te doen. Kom rustig liggen. De standaard mobiliteitsoefeningen die nu al een paar keer voorbij zijn gekomen. Rustig heen en weer. Nou, dat pakken we een keertje of 20. En dan naar links en rechts is één keer. Zorg ervoor dat je onderrug niet te ver van de grond afkomt. Wat je eventueel ook kan doen, is je handen erbij. En als je je armen uitstrekt, dan tik je met de knieën je handen aan. Zo op deze manier. Zorg er niet voor dat je met je borst omhoog komt. Want dan komt de spanning op je buikspieren en dan maak je er een buikspieroefening van. En dat is met deze oefening niet de bedoeling. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, even rust. Pak je de voorkant van je knieën vast, net onder je knieën. En dan rustig heen en weer schommelen. Zorg ervoor dat je door kan blijven praten. Dat je door kan blijven ademen. Hou niet je adem in. En probeer niet je onderrug zo ver mogelijk van de grond af te rollen. Maar trek je onderrug rustig naar je toe. En doe dat een aantal keer. Oh, die staat er niet in slaan. Rustig. 4, 3, sorry. 2, 1. Alright. En ontspan. Ja. De volgende oefening is eentje strekken, eentje terug. Dit is voor het strekken in je lage rug. Houd dit even vast. 5, 4, 3, 2, 1. Die andere. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, de laatste van de mobiliteitsoefeningen is je benen helemaal strekken. En deze is wat moeilijker. Hierbij ga je je heupen, of je eigenlijk je hakken, langer maken. Dus je tilt, of je shift eigenlijk je heup wat opzij. Dus je beweegt vanuit je heupen alsof een beetje hoe een pinguïn loopt eigenlijk. Dat linkerbeen langer. Rechterbeen langer, linkerbeen langer, rechterbeen langer. Probeer je onderrug te ontspannen. En voel je dit nou in je lage rug, kan je altijd nog je handen in je onderrug leggen. En rechterbeen langer maken, linkerbeen langer. En ook bij deze oefening geldt weer, probeer niet je adem in te houden. En zorg ervoor dat je gewoon kan blijven praten. Want hou je je adem in, dan probeer je het met heel veel kracht te doen. En dat is niet de bedoeling van deze oefening. De bedoeling van deze oefening is dat je het juist heel ontspannen doet. Je lage rug ondersteunt. En zo die mobiliteitsoefeningen uitvoert. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Weer even in beginpositie. De knieën naar je toe. Nou, nu we toch op onze rug liggen, pakken we de volgende oefening.
hakken op de grond. En bij deze oefening, het is een beetje lastig om te zien nu, maar bij deze oefening ga je de heup kantelen. Dus je draait de heup omhoog. Dus eigenlijk een achteroverkanteling van de heup. En voorover. Achterover. Voorover. En weer hetzelfde als alle andere oefeningen. Probeer deze uit te voeren zonder dat je ademhaling inhoudt. En dat je gewoon rustig kan door blijven praten. Wat je ook kan doen is je handen, twee vingers tegen je heup aanzetten. En dan voel je als het ware je vingers, je heup om je vingers heen rollen. Rug afgevlakt, rug wat holler. Rug afgevlakt, rug wat holler. Afgevlakt, rug hol. Afgevlakt, rug hol. En dat afvlakken van je rug en het hol maken van je rug doe je vanuit de beweging vanuit je heup. Dus je kantelt het bekken achterover en het bekken voorover. Bekken achterover, bekken voorover. Waarschijnlijk niet zo heel goed te zien op de video. Ik zal het even een beetje overdreven proberen te doen op deze manier. Ja, dus zorg ervoor dat je hier bij je buikspieren lichtjes aanspant. Niet te veel. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, even rust. Gaan we zo direct door naar de volgende oefening. Dan gaan we in zijlig. Pakken we weer de side plank. Elleboog recht onder de schouder. Van tevoren al lichtjes de buikspieren aanspannen. En met lichtjes bedoel ik de navel wat intrekken. Bilspieren samenknijpen. En dan vanuit daar kom je omhoog. 1. En dan gaan we omlaag. 2. 3. Doen we tot de 8. 4. 5. 6. 7. 8. Wisselen van kant. Voeten op elkaar. Of als het eventueel te zwaar is. Benen in de hoek van 90 graden. En dan vanuit daar omhoog komen. Elleboog onder de schouder. Buikspieren licht aanspannen. Bilspieren aanspannen. En dan komen we omhoog. 8 keer. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Wisselen weer van kant. Doen we allebei twee keer iedere kant. Nou, setup weten we nu. Elleboog, schouder, bilspieren, buikspieren, voeten op elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, andere kant. En dan gaat die buik, bil, voet op elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, de volgende oefening is handen knieënstand. En dan gaan we de Superman doen. Dus dat betekent deze oefening. Aantikken. En die pakken we zo direct 8 keer. Daarna nemen we even rust. Oké, wat bij deze oefening belangrijk is, is dat je het lichaam zo gecontroleerd mogelijk stil houdt. En dat je tegelijkertijd arm en been beweegt. Dus rechterarm, linkerbeen. Dus altijd tegenovergesteld. Dan gaat 1. En probeer het been
Twee, naar achter te trappen en niet omhoog. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Pak de andere kant. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Handen knieën stand blijven zitten. Tussendoor oefening gaan we met de billen naar de hak toe. En komen we weer terug. Probeer hierbij de rug in neutraal positie te houden. En neutraal positie is op deze manier. Dus let goed op. Op naar achter komen, naar achter, naar achter, naar achter. Boven de hakken. En ik zal hem nu één keer op de foute manier voordoen. Dat is wanneer je rug helemaal bol gaat maken. Of met je bovenrug bol komt. Dus je houdt hem in neutrale positie. Hop, naar de hakken. 1. 2. 3. 4. Tot de 8. 5. 6. 7. 8. Zorg ervoor dat je altijd weer terug in beginpositie komt. Vanuit hier gaan we een combinatie maken. Dus dan maak je hol, bol en dan ga je terug. Hol, bol, neutraal en dan ga je naar je hakken toe. Yes, alright. Gaan we beginnen in. Doen we ook weer 8 keer. 3, 2, 1. Dus hol, bol, neutraal en naar de hakken toe. 1. Hol, bol, neutraal. 2. Hol, bol, neutraal. 3. Hol, bol, neutraal. 4 op de helft. Hol, bol, neutraal. 5. En let erop als je hem hol maakt en bol. Let erop dat je dan op je stuitje let. En niet zozeer op je lage rug. Als je op je stuitje let, dan is het makkelijker om je lage rug te bewegen. Dus dat betekent dat je hier op gaat letten. En terug. En de laatste. Hol. Bol. Neutraal. Hop. En terug. Alright. Even rust. Pakken we zo direct nog één keer de Superman. En dan gaan we daarna over naar oefeningen. Voor de bovenrug. Dus dan hebben we een stiek nodig. En een bankje of een stoel. In ieder geval dat je een vrije rugleuning hebt. Wat goed is om te weten is dat we weer open zijn. Ook op de praktijk. Dus mocht je klachten hebben. Lage rug, bovenrug of andere klachten aan het lichaam. Dan kan je Plexus praktijk gewoon weer bereiken. Via de website van Plexus of via Fresh. Oké, pakken we nog één keer de Superman. 1, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Andere kant. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Oké. Volgende oefening. Matje even opzij. Daarvoor hebben we een bankje nodig. Een stiek. Pak niet te zwaar, want het zijn vrij pittige oefeningen. Aan het uiteinde van de stiek pak je vast, alsof je naar iemand zwaait. Draai eromheen, bovenlangs. En dan hou je je handen open. Ja, dus ik zal het nog één keer voordoen. Buitenzijde. Draai eromheen. Dit is ook al vaker teruggekomen in andere filmpjes. En dan heb je de handen open. Ga je in neutrale stand zitten. Buikspieren licht aanspannen. Hou je de schouders laag. En dan ga je de schouderbladen samen knijpen. En onthoud alsof er een druifje. Ik vind het altijd fijn om te onthouden dat er een druifje tussen je schouderbladen zit. En die wil je fijn knijpen. Dus met je schouderbladen wil je die helemaal fijn pletten. En als je terugkomt, dus de beweging terug, laat je je schouderbladen actief terugkomen. Dus dat betekent niet dat je gewoon het stiek laat ontspannen. Maar dat je tegenhoudt, de beweging tegenhoudt en spanning op de stiek houdt en weer uit elkaar trekt. Spanning op de stiek houdt en weer uit elkaar trekt. Probeer tijdens de oefening je handen de hele tijd open te houden, alsof je een dienblad vast hebt. 3, 2, 1. Oké, even rust. Ondertussen rol je even de schouders los. Ook bij deze oefening probeer hier ook weer ontspannen te zijn. Als in niet je adem in te houden, maar door te blijven ademen wanneer je de oefening uitvoert. Oké, pakken we weer vast. Armen licht gebogen houden. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, nog 1, 10. Oké, even rust. Even losdraaien weer. En deze pak je ongeveer 3 of 4 keer 10. En als het goed is, ga je de binnenkant van je schouderbladen voelen. Voel je dat niet, dan kan je als tip je handen wat meer open draaien. En proberen je schouders relatief laag te houden. Of probeer de onderkant van je schouderbladen, probeer die een soort naar elkaar toe te trekken. En dan 1, gaan we weer. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, zoals je ziet, 9, eerste beweging naar achter, 10, vrij explosief. Ja, dus de beweging naar achter is explosiever, de beweging terug voer je langzamer uit. Deze oefening hebben we voor nu gedaan. Volgende bovenrug oefening is in opdrukstand. En die kan je gestrekt doen of op de knieën. Op de knieën is die wat lichter. En ik zal hem als volgt laten zien. Op de knieën steun je op de punten van je knieën. Je armen recht onder de schouders. Buikspieren licht aanspannen. En dan schouderbladen in laten zakken. En uitdrukken. In laten zakken. En uitdrukken. 2.
Doen we tot de 8. 3. En in gestrekte stand is die. 4. 5. 6. 7. 8. Oké, even rust. In helemaal gestrekte stand is het een best wel zware oefening. Omdat je heel je lichaamsgewicht hebt. En natuurlijk nog tegen de zwaartekracht in beweegt. En waar je bij deze oefening op wil letten, is eigenlijk net zoals bij de oefening met stiek. Dat je rustig naar beneden gaat. En dat je sneller uitdrukt. En dat je je armen licht gebogen houdt. Dus je wil niet door je armen heen zakken. Maar je houdt je armen gedurende beweging licht gebogen. En je zakt door je schouderbladen heen. Actief, dus allebei de kanten op. Dus zowel laten zakken. Rustig is actief. En natuurlijk uitdrukken is actief, anders kom je niet omhoog. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oké, rol die schouderbladen weer even los. Dat hebben we 2 keer gedaan. Matje even iets naar achter. Volgende oefening is een wat lichtere oefening. Kan je stiek pakken of een handdoek. Of eigenlijk ieder voorwerp kan je nu wel gebruiken. Ook weer een bovenrug oefening. En deze is ontspannen. Je gaat liggen. Voorhoofd op je arm. Duim omhoog. 1, 2, 3 stappen. 1, 2, 3. Ja, dit is de oefening. Zorg ervoor dat je arm gestrekt houdt en vanuit je schouderblad gaat tillen. De rest van het lichaam blijft stil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doen we natuurlijk alle twee de kanten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wisselen van kant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, niet zo'n zware oefening, dus we kunnen het tempo hier lekker inhouden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zorg ervoor dat je bij deze oefening dus je arm helemaal gestrekt houdt. En dat je vanuit je schouderblad je arm gaat optillen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andere kant. 1, 2, 3. Nog 1, 2, 3. Oké, pakken we de laatste keer. Goed uit te voeren op bed bijvoorbeeld. Wat je nog eventueel kan doen is een paar handdoekjes neerleggen, wat hoger. Dat je weet dat je er overheen moet. Want hoe hoger je komt, hoe zwaarder die wordt. 1, 2, 3. Of met een flesje water bijvoorbeeld. 1, 2, 3. Als je tevens een flesje water in je handen houdt, wordt de oefening natuurlijk ook zwaarder. 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Dit waren de bovenrugoefeningen. Het is alweer tijd. We hebben vandaag een hoop oefeningen gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en dat jullie er wat aan hebben. Mochten jullie vragen hebben, dan
kunnen die altijd stellen onder het filmpje bijvoorbeeld, of je kan contact opnemen met bram@plexusamsterdam.nl. Volgende week zijn we weer terug. Volgende week ben ik er op maandag. Maandag om 12 uur. En dat wordt vanaf nu de vaste tijd. Dus mochten jullie vragen hebben, dan is Plexus in ieder geval weer open. Je mag naar de praktijk toe komen. Dus we kunnen jullie ook weer gewoon fysiek behandelen. Mocht het nodig zijn. Yes? Dankjewel.